Erwin Koeman is blij dat deze week erop zit. Het was een week vol hectiek met een ruzie tussen technisch directeur Fouke Boy en Koeman zelf. Maar dat is opgelost. Het leven gaat toch verder, wat er ook gebeurt. Ik hoop alleen dat we met z'n allen wat van geleerd hebben. En dat communiceren met elkaar op een goede manier. En dat zeker intern dat we weten hoe we overdenken en hoe we naar buiten toe treden, dat is gewoon heel belangrijk. Want als dat niet gebeurt, gebeurt zoiets als afgelopen weekend. En daar zitten we denk ik niemand op te wachten. De ruzie ging om het aantrekken van middenvelder Rodney Snijder. Koeman was daarover niet ingelicht. Maar blij is hij nu wel met Snijder. Hij start morgen meteen in de basis. Net als rechtsback Daan Bovenberg, die vandaag voor het eerst meetrainde en toch wel een beetje zenuwachtig was. Ja, ik ben heel eerlijk. Ik vond het gewoon spannend natuurlijk. Ik kom toch voor het eerst voor mij bij een nieuwe club. Je weet niet heel goed wat je ervan moet verwachten. Maar dat hoort er gewoon bij. En ik had er ontzettend veel zin in. Ik was flink te vroeg, want de verkeer reed door. Dus ik had op een file gerekend. Dus, ja, hoe laat zat je hier? Ik was er om 8:30. En hoe laat was je planning? Tussen 9:30 en 9:30. Dat fanatisme van Bovenberg is ook Koeman opgevallen. De trainer is dan ook heel blij met de komst van de 22-jarige geboren Utrechter. Een intelligente jongen, een slimme jongen. Die vanmorgen voor het eerst meegetraind heeft, maar gelijk meevoetbalt. En je ziet dat deze jongen kan voetballen en dat hij weet waar hij mee bezig is. Morgen is de vuurdoop voor Bovenberg. In een volle galgenwaard mag hij zich gaan bewijzen. En hij verwacht er veel van. Allereerst een overwinning van ons. En ik hoop mijn steentje bij te dragen. En meteen goed mee te kunnen voetballen in deze ploeg. En zo aanvallend en verdedigend belangrijk te zijn. En dat is mijn voornaamste doel. Nog meer goed nieuws hoorde ik net van de Rijnmond-collega's. Jij scoort tegen Ajax, Feyenoord, PSV. Ja. Dit jaar ook? Ja.